Maandagavond speelde Jong Heerenveen een competitiewedstrijd tegen Jonko het Eagles. Heerenveen met een aanvallende 3-4-3 opstelling met onder andere Rodney Congelo rechts achterin en Rogas en Van Amersfoort als aanvallende middenvelders. Hier gelijk al een grote kans voor Marco Rogas. Die stuitte met de keeper van de Go Ahead Eagles. Jong Go Ahead Eagles hiervoor al 3 keer ongeslagen. Maar Heerenveen is in de eerste helft verreweg de bovenliggende partij. Hier neemt Manja Mihailovic. Maar Marco Rogas mist net die bal. Wil het misschien net iets te mooi doen. Dan had hier een grote kans om op voorsprong te komen. En Heerenveen is dus de bovenliggende partij. Maar de Eagles gaan toch eerst op voorsprong komen. In de slotfase van de eerste helft zie je Slijngaard. Die bal gaat voorbij Filip Bednarek in de verre hoek. Hij staat geheel tegen de verhouding in. Jonko het Eagles toch op voorsprong. We gaan dan door naar de tweede helft. Heerenveen jaagt op de gelijkmaker. Hier komt de bal bij Van Amersfoort. Die wordt onderuit gehaald en dan is het een penalty. Scheidsrechter twijfelt niet en de bal gaat terecht op de stip. Jis Hortkamp, topscorer van vorig jaar, legt aan en schiet heel beheerst. De 1-1 binnen. Keeper zit in de verkeerde hoek. En dan staat het terecht weer gelijk. En Heerenveen gaat gelijk door. Hier Emiel Frederiksen. Passeert zijn man. Komt uit bij Hortkamp. En daar staat Rogas voor de goal. En is het 2-1. Had hem misschien al eerder kunnen maken. Maakt hem nu alsnog met deze prachtige aanval. Mooie combinaties. En uiteindelijk prima afgemaakt door Marco Rogas. Te maken is nummer 6, Marco Rojas. En dit is een verjaardagsgenootje voor hem. En dan staat Heerenveen weer op voorsprong. Hier Mitchell van Bergen. Wat een schot van hem. En ook een prachtige redding. De keeper van Go Ahead Eagles, Lars Jansen. Heel mooi geplaatst. En toch wordt de bal alsnog gekeerd. Een goede redding van de keeper. Heerenveen maakt dus zelf de kansen niet meer af. En dan zijn er toch de Go Ahead Eagles die weer op gelijke hoogte gaan komen. Hier het schot. Filip Bednarek redt in eerste instantie, maar laat die bal dan los. En dan maakt Slijngaard zijn tweede. Slordig spel van de Friese. En dat zorgt ervoor dat de Deventeraren de gelijkmaker op het bord zetten. We hebben dan nog een kwartier te spelen waarin Heerenveen nog een aantal kansen krijgt. Die nog weer een grote kans voor Rogas. Maar weer staat die keeper Jansen in de weg. Speelt een fantastische wedstrijd. Blijft 2-2. En beide ploegen dus een punt. En als we kijken naar de ranglijst staat Heerenveen nog wel op een prima derde plaats. Met 10 punten uit 6 wedstrijden.